Welkom bij de Grumpy Old Man. Oh nee, dat zijn we zelf. Dus ja, ik kan moeilijk jullie welkom heten. Ja, dat vind ik wel leuk. Hey, Erwin, je staat buiten. Wat is er aan de hand? Je komt nooit buiten. Nee, zo min mogelijk. Zo min mogelijk. Ben je van deur tot deur aan het verkopen? Waarom? Nou ja, ik wil jullie wel iets laten zien. Of jullie een oplossing weten voor een groot probleem. Even locatie schetsen. Dit is het Watergraafsmeer, Amsterdam. Ik woon op het Hoekhuis, laat je dat zo even zien. Grote wand is dat. Op een gegeven moment hebben wij gewoon keurig, die helemaal geïsoleerd, die 10 centimeter zeg maar, piepschuim er tegenaan gestuukt, et cetera. Heel goed. Ik geloof niet dat we echt meteen de rekening omlaag zagen gaan, maar het voelde goed. Op een gegeven moment is daar een specht gekomen. En die specht, die hakt daar gaten in. Daarna komen er van die stomme groene parkieten. Die gaan erin wonen. Maar dat kan eigenlijk niet, want ze maken er hier helemaal een stuk. Dus dat gat wordt steeds groter. Wat gebeurt er daarna? Alle buren komen bij ons klagen over het piepschuim wat bij hun in de tuin ligt. Zeggen wij, ja, maar daar kunnen we helemaal niks aan doen. Weet je, wij willen dit ook niet. En nu moeten we dat eigenlijk allemaal gaan vervangen. En dat is een dure hobby. Maar ik wil jullie dat graag eventjes laten zien. En eigenlijk mijn belangrijke vraag, hoe los ik dit op? Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste vraag. Goed, nou, ga even om de hoek kijken. Laat het eens maar even zien, ja. Ik ben nieuwsgierig. Even een diagnose stellen. Ja, je wifi valt weg. Erwin, we horen je niet. Ik zie wel die muur. Dat viel weg, hè? Hebben jullie wat gezien of niet? Nee, ja, die muur. Nee. Stilstaand beeld. Ja. Dan zal ik een foto bij het verhaal plaatsen. Maar ik kan je wel vertellen, het is super irritant. Want dit zijn uitgaven die je gaat maken die niet leuk zijn. Weet je hebt er niks aan. Maar goed. Ja, moet die hele muur dan opnieuw? Want we zagen hem wel al stil. Moet die hele muur opnieuw? Ja, feitelijk wel. Want we hebben een paar keer eerder een gaatje dichtgemaakt. Maar die specht is ook niet gek. Die gaat gewoon, die onthoudt dit en die komt volgend jaar terug. En die gaat gewoon daarnaast weer een gat maken. Hé, maar ben ik nou gek? Of ik weet niet beter dan dat spechten in hout kloppen. Maar zijn er ook wel spechten die in beton kunnen kloppen? Dus een innovatieve specht. Deze is, die zoekt de juiste plek op en die denkt, dit is het huis waar ze dat waarderen. Dus ik ga dat gewoon doen. Of is dit evolutie? De stadsspechten. Het super irritant is, weet je, er zijn hier allerlei huizen in de buurt die diezelfde muur hebben, waar die specht niet naartoe gaat. Dus, maar ik hoor nog geen oplossing van jullie, geloof ik. Nee, dat is wel heel veel gevraagd. Maar misschien Michiel Buitelaar, die woont in Afrika ergens, in een land dat heet Malawi. Ja, als jij het weet, mag je het zeggen. Daar hebben ze altijd oplossingen voor alles. Nou, ik heb hier ook overlast van dieren. Bijvoorbeeld bij mij worden af en toe, ik heb kippen. En de eieren worden af en toe gepikt door apen. De methode van de meeste mensen hier, ik heb ook slangen in de tuin en nog wat andere dingen. Ja, de meeste mensen pakken gewoon een lange stok en slaan het dood. Ja. Dus, dat hebben wij tegen de buren gezegd. Daar zeiden ook van schiet die beesten dood. Ja, maar om daar even door te denken, dan loop je wel het risico dat je de dierenpolitie van Dion Graus op je dak krijgt. En misschien krijg je Dion Graus zijn vrouw erbij. Ja, nee, we hebben het wel tegen die buren gezegd. Als jullie die beesten willen doodschieten, onze zegen heb je. Maar ik durf het niet aan, want voor je het weet, hangen er dan posters bij mensen. Dag vogels, dag vissen, dag bloemen. Weet je wel, met ons huisadres erop. Dus dat durf ik zelf niet te doen. Hey, maar Erwin, leidt dit je nou erg af van South by Southwest ook? Want zo klinkt het een beetje. Nou, zeker. Want we hadden gisteren een assortiment van deskundigen. Die kwam kijken en die mensen noemen. Dus het zijn wel van die dingen die het eigenlijk. Ja, dat is absoluut waar. En zo zijn er veel te veel dingen. Ik ben net een synthesizer bezig halen die gerepareerd was. Ja, dat doe je dan wel even tussendoor als je thuis bent. En niet als je bij Zuid-Bestout werkt. Dan kan het een weekje wachten. En op de een of andere manier laat je die twee dingen door. Ik in ieder geval die twee dingen. Het gewone leven en Zuid-Bestout West te veel door elkaar lopen. Ja, Michiel Buitelaar. Als jij van alle dingen die je tot nu toe hebt gezien, gelezen, gehoord, een rode draad zou moeten pakken. Kun je dat al? Of niet? Wel heel moeilijk hoor. Maar ik vraag op een gegeven moment, dat doe ik altijd aan de ontbijttafel. Ja. Ik zeg van ja, weet je, wat valt je nou op?
Ja, maar normaal heb ik daar bijna een week voor. En dit is maar 3 dagen. Nou, ik niet al te veel mopperen, maar een klein beetje mag. Hè, gezien de titel van dit programma. Ik zelf zou niet erg vinden als er iets minder inclusie en andere en aanverwante sustainability en zo. Ik heb af en toe wel het gevoel dat ik op een soort maatschappelijk verantwoord event zit. Van mij mag dat wel wat minder. Ik hoef niet naar nul, maar ik zou gewoon iets meer hardcore digital, iets meer films, iets meer muziek, zonder de onderliggende maatschappelijke thema's, mag voor mij ook. Ja, het wordt wel erg maatschappelijk, zeg je eigenlijk. Een paar jaar geleden begonnen, hè? Ja. Dat is een rode draad en ik denk dat sommige mensen daar wel blij mee zijn. Dus dat mag. Voor mij mag het wat minder. Maar dat is wel een belangrijk thema wat inderdaad in de loop van de jaren sterker geworden is. Ja. Hey Michiel Berger, we hebben edities gehad. Daar ging jij alleen maar principieel naar sessies waar minimaal 1 personeelslid van de NASA bij aanwezig was. Bijvoorbeeld, hè, of je focuste helemaal op zelfvliegende drones met delivery toepassingen, zoiets. Had jij dit jaar ook zo'n focus? Nou, ik heb net wel. Ik heb dit jaar wel een heel aantal dingen bekeken die gingen over vervoer eigenlijk. Ik heb een hele leuke sessie gezien over de Virgin Hyperloop. Dat is een soort van buizenpost, maar dan als treintje. Dus daar ga je in en dan ga je met hoge snelheid naar andere plekken toe. En dat wat dan ook wel weer inderdaad opvalt, dat thema van dat, laten we zeggen, radicale inclusiviteit, dat is daar ook, merk je dat ook, omdat daar dus rekening wordt gehouden met in het design ervan, met introverte mensen, dat die zich ook prettig voelen in dat ding. En mensen op het spectrum, daar wordt ook rekening mee gehouden. Dat is ook hartstikke fijn. Want heel veel herrie en heel veel drukte is natuurlijk heel erg onprettig voor die mensen. Maar dat is dus wel een top-of-mind ding, want daar moeten we dus rekening mee houden. En dat valt zeker op. En ik heb ook gekeken naar een sessie over elektrische vliegtuigjes. Die stijgen verticaal op en die kunnen vliegen zo'n 50 kilometer. En daar is... Wat is dat voor herrie? Bij wie is dat? Bij Blom is dat, denk ik. Ah, ik sta op straat en daar lopen soms mensen en die praten soms met elkaar. Snel naar binnen. Ga naar binnen. Ja. Ja, nee, die fut van jou mocht wel gisteren. Ja, die was heel zacht. Ja, die heb ik ook gezegd dat ze stil moesten zijn. Maar ga verder, Berg. Ja, nee, dat moet niet al te lang verhaal worden, want dan krijg ik daar weer opmerkingen over. Maar de zorgen over de elektrische vliegtuigen. Van mensen die dus wonen in Los Angeles, was inderdaad van, ja, straks is maar een lucht vol met die dingen. En hoe moet het dan met de vogels? Want die krijgen natuurlijk heel veel botsingen met die vliegtuigjes. Dus dat is echt inderdaad een thema wat overal doorheen fietst. En ik heb vanochtend heb ik een... Dat maakt het dus ook wel weer goed. Want ik kon op zich met Michiel Buitelaar, zeg maar, vinden. Maar als je merkt dat het ook in de technologie... En de dingen waarvan je denkt, ik ga naar een technologie-sessie, het een onderwerp is, dan is het dus wel een logische rode draad. Ja, ja. Nou, het is ook wel, ergens is het ook wel wat Harari gisteren zei. Hè? Van, je kan niet alleen maar denken over alle positieve dingen van jouw technologische ding, maar je moet ook gewoon nadenken van wie hebben je last van, wie kan het misbruiken, noem maar op. Maar goed, Michiel Buitelaar dan in dit geval. Je hebt gezegd wat je niet bevalt. Waren de dingen die je wel bevielen? Of is dat is moeilijk voor je, dat weet ik. Maar probeer het even. Nee, er is nog steeds heel veel goeds. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd dat ik die van Harari niet heb bijgewoond. Volgens mij was dat precies de tijden van de exit poll. Kan het? Ik had een reden om er niet bij te zijn. Goed, ja, dat klopt. Dan heb ik nu een beetje... Ik heb er nu spijt van, maar dat wordt ruimschoots goed gemaakt door het uitstekende, lange, langdradige stuk van Berger. Dat is ook een rode draad. Ik heb net geboekt voor over de documentaire over WeWork. Daar zie ik heel erg naar uit. En ik heb zelf een paar sessies. Ik heb vanochtend een stukje geschreven over design in China. Dat was mij de loef al afgestoken door Iskander Smit met een goed stuk. Maar weet je, de hoeveelheid is minder. Dat is in sommige opzichten ook alweer prettig. Maar ik heb genoeg goede stukken gezien. Ik heb alleen onvoldoende voorbereid.
Maar al met al ben ik een tevreden mens. Ja, normaal is het natuurlijk zo dat we... je hebt veel meer tijd om het voor te bereiden... omdat je om te beginnen 12 uur in een vliegtuig zit of iets dergelijks. Dat maakt denk ik ook uit, hè? En het is nu meer gepropt in 3 dagen... terwijl normaal doe je er 5 dagen over. Dus ja, ik denk dat het allemaal meespeelt. Erwin, jij hebt natuurlijk ook al die stukken langs zien komen en gebundeld... en zelf flink wat sessies bijgewoond. Je hebt gisteren ook de pitch events bekeken. Wat viel jou op daar? Ja, nou, ik moest wel regelmatig denken aan ook zo'n uitspraak van die Harari, zeg maar. Weet je, want dan heb je alle knappe koppen van de wereld, verzamel je in een bedrijf. En dan zit je een of andere, nou, in zijn geval, hij noemde dan, wat je dan doet is ervoor zorgen dat meer mensen gaan klikken, zeg maar. Blijf ik ook wel een interessant ding vinden, weet je. Als je nou allemaal zo slim bent, kunnen we er niet belangrijkere zaken meedoen. Maar die pitch sessies, die zijn daar altijd heel erg leuk. Maar die vond ik nu ook heel erg leuk. Want omdat ze van tevoren waren opgenomen, was het nog net een klein beetje strakker gesneden. Dus je kreeg 3 minuten pitch, dan 5 minuten vragen van investeerders. En dat kreeg je zeg maar 5 keer achter elkaar rond een thema. Dat vond ik hartstikke leuk. Dat gaf een beetje een snackable gevoel, zeg maar. Wat ik een mooi voorbeeld vond daar was... ik heb Honest Jobs gezien. Ja, is eigenlijk toch weer inclusiviteit natuurlijk. Want het gaat erover... als je een strafblad hebt... als je met justitie in aanraking bent geweest... betekent dat in ieder geval in Amerika... misschien zijn die data daar ook beter of makkelijker voorradig, weet ik niet... maar dat je in de praktijk eigenlijk niet eens meer uitgenodigd wordt... voor sollicitatiegesprekken. 9% van de Amerikanen schijnt daar last van te hebben. Dat is een miljoenenpubliek. Hoe kun je ervoor zorgen dat die potentie, want daar zitten gewoon hele goede mensen tussen, wel gewoon dat die mensen wel een kans krijgen. En dat is wat deze start-up doet. En wat er erg sterk aan was dat al die founders, 6, hebben een strafblad. Dus degene die pitch deed, die begon met een verhaal van, ik heb eerst 2 jaar, toen ik 16 was, op straat gezworven. Toen ben ik cocaïne gaan verhandelen. Daarna ben ik veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. En daarna ben ik dit gaan doen. En ja, weet je, dat soort dingen is toch mooi. En dat je die geschiedenis weet om te draaien in iets waar ook heel veel bedrijven gevoelig voor zijn. Hè? Want er zijn natuurlijk best wel bedrijven die hun sociale kant willen laten zien. Dus dat is, al is er maar 1 zo'n sessie die je in 1 uur of 2 uur hebt, is het voor mij genoeg. Ja, ik zit nog door te denken over al die inclusiviteit en al die empowerment en al die dingen. Is het ook misschien dat de hele tech-sector zich toch een beetje collectief schuldig voelt, omdat we de afgelopen 10 jaar van alles en nog wat in de markt hebben gezet om aan te sluiten bij Harari, hè, waarbij we ons niet voldoende hebben afgevraagd wat de impact daarvan zou zijn op de wereld en de maatschappij en de onderlinge verhoudingen? Het zou best kunnen. Dat is een interessante hypothese. Dat is er 1. Mag ik een duidelijk zakje doen? De 2e is dat er volgens mij ook niet zo heel erg veel innovatie is. De hoeveelheid en de snelheid van innovatie, die zijn de afgelopen jaren afgenomen. Dat is mijn stellige overtuiging. Dat gebeurt gewoon. En misschien valt er daarom ook minder te melden over nieuwe bedrijven, nieuwe dingen. Want er is gewoon wat minder dan er wel eens was. Ja, je zit nu inderdaad bijvoorbeeld weer, dat ook bij die start-ups. Het afgelopen jaar is, hoe heet het ook weer, Michiel GPT-3 of weet ik veel wat het precies, precies de naam ervan is. Ja. Zeg maar artificial intelligence waarmee je eenvoudig met trefwoorden geven. De teksten kan schrijven. Bijna in iedere start-up doet iets, op welke manier dan ook, of zegt dat te doen op zijn minst, met artificial intelligence. Dus dat was zeg maar een paar jaar geleden een nieuwe ontwikkeling en is nu alweer default geworden. Dus dat is eigenlijk, je moet dat er gewoon bij zeggen. Dat is een paar jaar geleden ook wel voorspeld toen door Kevin Kelly, meen ik, die een presentatie gaf op South by Southwest. En die gaf daar een mooie, die gaf een blik in de toekomst. En die toekomst is nu wel werkelijkheid. Van, zonder AI ben je geen start-up. Zal ik daarover het volgende, even wel aardig illustratie van wat jij zegt. Berger, hier in deze call, heeft een GPT-3-bot gemaakt van mij. Die heeft de teksten die ik in mijn Malawi
nieuwsbrief rond Toeter. Maar vertel jij maar even, Berger, wat je ermee hebt gedaan. En ik heb die teksten echt met stijgende verbazing en lichte gêne zitten lezen. Vertel eens. Ja, nou, ik heb inderdaad, hè, je kan dat model kan je een soort aanzet geven, hè, van dit is tekst, schrijf verder met deze tekst als input. Dus heb ik inderdaad al een aantal duizend regels van jouw Malawi-apps heb ik daarin gezet. En er kwam echt pijnlijke teksten kwamen er soms uit. Ja, want die las jij terug, Michiel Buitelaar. En toen dacht je, wat is dat voor racistische idioot die dit geschreven heeft? Ja, die bot die zat daar maar om zich heen te kakelen. Maar ik kan niet ontkennen, dat zat er wel fragmenten in die... Dat is gewoon confronterend. Maar het goede nieuws is dat Berger mij de facto mij ook daarmee bijna overbodig gemaakt heeft. Dus er zullen toch ook wel mensen blij mee zijn. Hey, maar nog even daarover, hè? Daar aansluitend op, want er waren ook een aantal sessies over die sims, zeg maar. Dus ook AI, bijvoorbeeld een presentator van het nieuws die niet echt is. En dat wordt de hele tijd terecht in de deepfake wereld getrokken. Maar er was iemand en die schreef een poster over die ik zelf namelijk ook heel interessant vind. Ja, dat is de ene kant van de medaille. Maar welke films kan je allemaal niet maken als je de personages kunstmatig zeg maar, in elkaar kunt zetten, die de juiste dingen zetten, de omgevingen kan maken. Die hele kant, die vergeten we nu. De AI gaat eigenlijk heel erg over de slechte kant, bijna, zeg maar. Weet je, zeker als het over teksten en uitspraken en dat soort dingen gaat. Terwijl er echt ook een hele interessante kant aan zit. Wat betekent voor de toekomst van film, bijvoorbeeld? Nee, maar Blom, als ik daar even op mag ingaan, dat is natuurlijk een rode draad die we heel vaak constateren. Vanaf de opkomst van de digitalisering en internet, dat het ook leidt tot democratisering van allerlei dingen. Het is natuurlijk straks kun jij met wat goede software en de juiste digitale skills, kun jij een film opnemen of creëren die 10 jaar geleden 50 miljoen euro had gekost om dat met allemaal decors en acteurs en weet ik wat te doen. Dus het is ook democratisering. Ja, maar dat is toch ook weer terug naar Harari. Of bijvoorbeeld, als ik even een van mijn oude helden mag aanhalen, Marshall McLuhan. Die heeft 40, 50 jaar geleden daar ook al... The medium is the message. ...geschreven en gesproken. Ja. Exact, The Global Village en nog wat andere dingen. Ja, maar die had het ook over de angst voor het onbekende. En ik denk ook echt dat het diep in de mensen zit om de sombere, de negatieve kanten van sommige dingen te benadrukken. Hè? En dan nog een voor wie Thinking Fast and Slow gelezen heeft. Mensen wegen risico's bijna altijd zwaarder dan kansen. Dus over deepfake, weet je, mijn gok is dat driekwart van de berichtgeving erover gaat over namaak porno met beroemdheden erin. Maar dat is echt, dat krijgt overmatig veel aandacht. Zoals zelfrijdende auto's, dat wordt dan heel vaak gezegd van, ja, maar wat moet er gebeuren als die auto... Als er iets misgaat en die moet kiezen tussen een jonge moeder met een kinderwagen of een oud omaatje met een stok en een kromme rug. Dat soort belachelijke vragen, die dingen heel erg in het negatieve trekken. Terwijl wat jij, Blom, dat stuk heb ik ook, ik heb daar een stuk over gelezen, iemand die dat aanprees, de positieve kanten van deepfakes. Ja, volgens mij zijn die legio en heel erg betekenisvol. Ja. Hey Michiel Berger, we hebben nu op een aantal punten over AI. Hè, dat onderdeel is geworden van elk onderwerp eigenlijk wat langskomt bijna op zo'n congres. Jij was altijd specialist op dit gebied. Eigenlijk ben jij nu specialist op elk willekeurig terrein. Ja. Generaal specialist. Ja, het is iets wat overal in terugkomt. Ik zat te kijken vanochtend naar een... verhaaltje van een bedrijf dat heet Relativity. Dat maakt raketten. En die dat doen ze met 3D-printing. En ze hebben een enorme 3D-printer gemaakt. En dat betekent dat zij in ongeveer 30 dagen een raket kunnen maken. Helemaal. Die gewoon de ruimte in kan. En normaal is het ongeveer een jaar is het bouwen aan zo'n raket. En wat ze dus vertellen is dat... Die printer wordt dus door algoritmes aangestuurd. En die gaat zelf een soort structuur maken in het materiaal. Dat het zo licht en sterk mogelijk is. En dat gaat nu lijken op de structuur van botmerg. Dus van die cellenachtige structuren. Dus dat vind ik hartstikke mooi. Dat is een algoritme...
leert hoe je een hele sterke en lichte raket kan gaan maken. Ja, dat is, dat is toch prachtig. Komt er dan eindelijk de democratisering van het raketbezit? Ja. Dat is wel hoogst nodig. Achter in jouw tuin in Malawi, dat lijkt me wel wat. Ja. Goed jongens, we doen er maar 3 dit jaar van de Grumpy Old Man. Laten we even afsluiten met 2 dingen. 1, geef even deze digitale variant van South by Southwest een cijfer op de schaal van 1 tot 10. Tweede vraag. We gaan toch wel weer naar Austin volgend jaar, hè? Nou, als ik eventjes met het cijfer mag beginnen, dan kan het gek op. Ik dacht van tevoren, dit wordt helemaal niks. Het wordt online en helemaal niet leuk. En ik was helemaal een beetje somber toen het begon. Ik zie al die foto's van vorig jaar terugkomen. En dacht, oh, wat is het leuk. En dat hebben we nu allemaal niet. Maar ik vond het eigenlijk gewoon heel erg leuk. Omdat we ook dit doen, hè, en met elkaar zitten. En die stukken delen met elkaar. Daardoor wordt het toch echt een evenement. Dus dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. Dus het krijgt voor mij een 7,5. En volgend jaar weer in Austin, natuurlijk. Ja, als het kan, dan ga ik wel vanuit. Dan gaan we daar gewoon weer heen. En dan gaan we daar lekker zitten moppen. Zal ik? Michiel zegt het al allemaal mee eens. Ik zou het ook een 7,5 geven, maar ik heb er zelf minder uitgehaald door slordige planning en rommelig gedrag en afleidingen. Maar ik leer mijn lesje, ondanks vergevorderde leeftijd. Ja, voor mij geldt, waar we het net over hadden, het lukt mij niet om de gewone dingen die anders ook zouden gebeuren links te laten liggen. Daarvoor moet ik weg. Dus dat is echt wel een voorwaarde voor me. Het is lastiger voor iemand die altijd naar Austin gaat om er iets serieus op te zeggen. Maar ik zie ook andere mensen, en dat vind ik er ook wel heel inspirerend aan, die nog nooit in naar Austin zijn geweest, of nooit bij Southwest zijn geweest. En die super enthousiast worden van al die sessies. En over die sessies, waar zij het dan over heeft in dit geval, ben ik ook heel erg enthousiast. Dus, en er is nog iets anders. Ik zie dat er een veel grotere, het lijkt althans, is mijn indruk hoor, een groter internationaal publiek te zijn, wat er normaal minder is. Want het kost je gewoon heel veel geld om er naartoe te gaan. En doordat ze het nu voor een paar honderd euro beschikbaar maken, is er ook een wereldwijd groter publiek dat hiervan kennis kan nemen. En wat voor mij een hele toegevoegde waarde was, in mijn eentje, alleen die video's, zou ik dat cijfer, nou, zou ik misschien gewoon die 6 gegeven hebben. Maar door dit te doen, en voor de mensen die nu meekijken, wat wij ook nog doen is, iedere ochtend met een groep mensen uit de sport, om 8:30, dat noemen wij de koffiesessie, even bij elkaar komen online in een Zoom-sessie, gewoon even bijpraten, wat heb je gezien, wat vond je ervan. En dat tilt het meteen, vind ik, dus dat de sociale component die we zelf georganiseerd hebben, tilt het meteen punten omhoog. Ja, dus dan kom ik, als ik daarover nadenk, als ik hierover nadenk, over dat blog, dan is het toch alweer gewoon een 7 richting 8. Ja. Ja, ik ben het wel heel erg met jou eens, Erwin. Die video's die op die site staan van Southwest zijn dan de conversation starters, die in de discussie dan heel erg waardevol zijn. Wat ik wel heel erg vind, dat we hebben het al eerder benoemd, de organisatie van South by Southwest is natuurlijk een evenementenclub die heel goed evenementen kunnen organiseren. Dat is namelijk altijd vlekkeloos in Austin. Maar dit is natuurlijk geen digitaal platform wat vernieuwend is, wat echt laat zien hoe je een digitaal evenement met interactie en netwerkmogelijkheden en serendipiteit. Dat is absoluut niet gelukt. Dus voor wat er staat, weet je, alles is van tevoren opgenomen. Eigenlijk voor die component krijgen ze van mij een dikke onvoldoende. De inhoud zou ik ook op zo'n 6 of zo'n 7 zetten, maar de totale ervaring die we toch met elkaar weer hebben gecreëerd, dan vind ik het toch wel weer ongelooflijk leuk en ook weer heel inspirerend. Ja. Dus. En even één dingetje over zo'n festival. Wat je altijd ziet gebeuren is, ook bij dit soort evenementen, eigenlijk zijn meestal, is het online component is een sponsoractiviteit bijna.
Het is nooit, ja. Het zit nooit in de kern van het bedrijf. Nee, maar dat is wat jij zegt, want Buitelaar moppert altijd zich helemaal gek op die app van hun. Maar dat is een gesponsorde app. Daar hebben ze nooit geld in willen investeren. Er is gewoon een of ander ontwikkelpartijtje die denkt, oh wat leuk, ik mag de app maken voor South by Southwest. En die doen dat dan. Weet je, dat is wat jij bedoelt toch, Erwin? Ja. En waar wij het in onze topnames vaak over hebben, weet je, als je die, of ook op een van die sessies eerder deze week, van ieder bedrijf wordt een softwarebedrijf. Het is toch raar dat een festival wat over technologie gaat, technologie zelf niet als core in zijn organisatie en in zijn uitvoering heeft zitten. En dat merk je, want volgend jaar is er weer een ander bedrijf, dan is het misschien Hopin, is er een nieuwe start-up. Die belooft de evenementenwereld anders te maken. Gaan ze die weer een keer gebruiken? Er zit geen ontwikkeling in hun eigen techniek. Ze pakken gewoon wat er aangeboden wordt. Laten we dit vanmiddag ook even met Monique van Düsseldorp bespreken. Voor wie zich afvraagt, waar gaat dit over? Nou, vanmiddag hebben we om 16:00 met een grote groep halen we het net op van wat we allemaal hebben meegemaakt. En Monique is evenementenorganisator. Dus ik ben wel heel benieuwd wat zij hiervan vindt en hoe we dat in de toekomst met z'n allen beter kunnen maken. Ja. Jongens? Ja. Volgend jaar weer, hè? Absoluut. Absoluut. In Austin. In Austin. Fysiek. Ja. 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 Hoi.